De ambitie voor het Edese College van Burgemeester en Wethouders is duidelijk. Voor het eind van deze bestuursperiode moeten er 50 hectare aan zonnevelden zijn gerealiseerd. Dit wil het college doen samen met de inwoners van Ede. Of die ambitie gehaald wordt, is nog maar de vraag. Al eerder ging Zonneveld nergens niet door. Op donderdag 5 november sprak de Edese Raad over drie particuliere initiatieven voor de realisatie van 22 hectare aan zonneparken in Bennekom, Ede en Harskamp. Nou, er is een uitnodigingskader vastgesteld door, de, uh, door het college, door de gemeente. Daarin zijn eigenlijk initiatiefnemers uitgenodigd om met voorstellen te komen voor zonnevelden of voor uh, duurzame opwekking. We hebben als raad afgesproken dat wij uh, maximaal 40 hectare grondgebonden zonnevelden op agrarische grond willen hebben. En er zijn nu eigenlijk drie projecten gekomen, uh, één van elf en uh, twee wat kleinere. Die, uh, ja, die eigenlijk voldoen aan de uitdewoningskader en aan de kaders die de Raad gesteld heeft en die eigenlijk nu voorliggen voor uh, uh, om geen verklaring van geen bedenkingen op af te geven. En daarmee dus in feite het college de ruimte te geven om de initiatieven verder uit te werken. En daar hebben we het over gesproken gisteren. Um, uiteindelijk heeft het college eigenlijk gevraagd om een blanco, uh, nou, blanco cheque, een blanco kaart af te geven. Ja, dat was inderdaad een van de punten waar ik me wel wat zorgen over maakte. Ik ook echt de vraag heb gesteld van, begrijp ik nou goed, en dat hebben we van wethouder Hoesloot ook begrepen. Begrijp ik nou goed dat wanneer wij nu als raad akkoord geven op deze projecten, dat we daarmee zeggen... Tot 40 hectare mag de raad of mag het college zelf gaan beslissen. En daar heb ik wel wat moeite mee, omdat dan ook de democratische legitimiteit uh, ter discussie komt te staan. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo: we hebben als raad 2,5 jaar lang gesproken over kaders moet de heer Hoefsloot ook in gelijking geven. Die kaders hebben we vastgesteld. Vervolgens komen er binnen die kaders een aantal projecten en hebben we als raad daar weer bezwaren op. Dus het is altijd een beetje midden vinden tussen enerzijds ja, welke kaders stel je nou uh, uh, en geef je mee aan het college waarbinnen beleid kan worden gevoerd. En waarbij afspraken en uitvoerende dingen kunnen worden gedaan. En wanneer ga je als raad nog bemoeien met uh, uh, de zaken die het college doet op basis van de kaders die je gesteld hebt. Om het nog even ingewikkeld te maken. Het gaat om drie gebieden, onder andere de Wolfsdijk in Ede, de Blaakweg in Harskamp en de Lange Rijnsteeg in Bennekom. Ja, daar was ook nog het een en ander over te doen. Jazeker, daar hebben wij als fractie uh, toch wel wat bezwaren, bezwaren tegen. We moeten je voorstellen, we herinneren ons denk ik allemaal nog wel het project aan de Nergena. Waar heel veel discussie over was in de raad. Nou dat was een, eigenlijk een prachtig project met een goede inpassing, vonden wij als fractie. Uh, goede ruimte voor onderzoek vanuit de universiteit van Wageningen. Uh, biodiversiteit, was echt eigenlijk mooier dan dat worden ze niet. Kun je dan eigenlijk bedenken, als je überhaupt zonnepanelen op land begon, mooi vindt. Dat project is afgeketst. Vervolgens op steen op afstand komt er nu een nieuw project van 11 hectare. Waar we natuurlijk al allemaal op onze vingers kunnen natellen wat dat voor uh, commoties in de buurt gaat opleveren. En nu al ook oplevert. Maar daarnaast vond ik ook dat ja, de zuinige uitwerking tot nu toe en wat er gewoon voor lag. Ja, er was een voedselbos, uh, er was uh, ruimte voor diversiteit, er was een klompenpad. Mijn gevoel bekoopt een beetje van, ja, dit is gewoon één enorm groot veld. Waar we ook, ja, ook nog even wat moeten doen met biodiversiteit en, uh, en, en, en 20% andere invulling. Ja, daar werd ik niet echt enthousiast van. Waar ik wel enthousiast van werd, was met de komst van de Binnenveldse Energiestrategie. Er is een groep initiatiefnemers in het binnenveld die besloten heeft: weet je wat, we gaan nu het heft in eigen hand nemen, wij gaan zelf werken aan duurzame opwekking. En zijn met de Binnenveldse Energiestrategie gekomen om te voorkomen dat ons gebied straks bestuurd wordt door allerlei initiatiefnemers die voor heel veel geld landbouwgrond gaan opkopen en daar zonnepanelen op gaan leggen. Nu gaat de raad hierover verder uh, nog, uh, nog praten, noemen we daar de besluitvorming, daar ja. zo dadelijk verder over. Maar um, ja, de verantwoordelijke wethouder, uh, die uh, nou, heeft u voor het laatst mee uh, in debat gezeten. Klopt. Ja, Ja, nou gelukkig is het wel zo dat we uiteindelijk met het college in debat zijn. Dus dat betekent, ook al is er straks een andere wethouder of een andere portefeuillehouder, dan nog steeds praten met het college en zijn alle afspraken die tot nu toe gemaakt zijn, de uitspraken die gedaan zijn, die kloppen gewoon nog steeds. Dus die, die, blijven, ook gewoon, uh, die blijven ook staan. Um, dat wordt, begreep ik, de heer Van der Schans, die als wethouder tijdelijk, zolang er geen nieuwe wethouder is, aan de slag gaat met, met deze, deze portefeuille. Ja, en zal dus eigenlijk voort moeten borduren op de afspraken die door de heer Hoesloot zijn, zijn gemaakt. En daar gaan we dus volgende week mee verder praten. De besluitvorming komt eraan. Wat verwacht u? Ik vind het heel erg lastig. Ik vind het echt heel erg lastig. Ik heb wel wat moeite met die zogenaamde blanco cheque. Aan de andere kant zijn het wel de, is het wel binnen de kaders die we zelf gesteld hebben. Um, ik zou eigenlijk uh, een amendement willen gaan voorstellen, daar ben ik ook mee aan het werk... om in ieder geval het project Lange Rijnsteeg even eruit te halen... Uh, niet stop te zetten, maar er gewoon even uit te halen om op die manier te kijken, uh, ja, wat gaan ze nog meer doen aan draagvlak in de buurt. Maar ik ben ook heel nieuwsgierig naar wat die binnenveldse energiestrategie nu allemaal in petto heeft en wat zij voor plannen hebben. En daar heb ik aankomende week een afspraak over om met die initiatiefnemers om tafel te gaan, nou, gewoon eens even te luisteren naar wat is het nu eigenlijk en wat zijn nu van plan en hoe serieus is het? Want het zou natuurlijk jammer zijn. Als nu door een fantastisch initiatief als de Binnenveldse Energiestrategie een groot project even op pauze wordt gezet, maar er vervolgens geen alternatieven komen, ja, dan halen we onze ambitie als raad niet. Dus dat wil ik wel even goed serieus afwegen.